Goedemorgen, gelukkig nieuwjaar. En voor nu ga ik beginnen met kippensoep maken. En nu, aangezien we toch een chill dag houden. Ja, dan kan jij de klok proberen als je toch achter staat. Kan je dat op je gemak proberen of dat lukt toch? Gelukkig nieuwjaar. Het is 1 januari. Het is ook vrijdag, geloof ik. Ja. We zijn al een hele tijd wakker. Alleen, alles gaat een beetje traag vandaag. We hebben wel wat gegeten en gedronken. En nu is Sarah op zolder aan het spelen. Ik was even wat administratieve dingen op mijn telefoon aan het doen. Ik heb heel veel administratie tegenwoordig gewoon op mijn telefoon. Marco is tv aan het kijken. Dus we zijn lekker relaxed bezig en ik ga zo douchen en dan gaan we even wat zooi opruimen in huis. As usual natuurlijk. Ik zit alleen twijfelen, haal ik vandaag de kerstspullen weg of doe ik het morgen? Daar ben ik nog niet helemaal uit. Misschien dat ik een klein stukje vandaag doe en dan de boom morgen of zo. Maar anderzijds, Marco is er nu ook. En dat is ook wel weer makkelijk. Met al die dozen en kisten sjouwen. Dus ik ben er nog niet helemaal over uit. Mijn ogen jeuken. En echt mijn haar. Ik moet zo echt wassen, want het stinkt zo. Helemaal naar rook en vuurwerk en alles. Ik wilde het gisteren wassen en toen dacht ik, nee, is dat slim? Toen dacht ik, nee, ik doe het vandaag. Dus dat. En voor nu ga ik beginnen met kippensoep maken. Want we eten vanavond kipsoep. En dan moet de boter natuurlijk heel lang koken. Dus dat ga ik nu aanzetten. Echt een beetje niet wakker nog. Een stukje kip. Zo. Vandaag eten we leftovers. Die is gisteren wel van gegeten. Want de schaal was nog veel voller. Alleen toen gingen we natuurlijk naar buiten. En toen zouden we eigenlijk niet meer naar binnen gaan. En ik heb hier nog van gegeten. Heb je hier niet van gegeten? Oh, deze eet ik zo. Oh, dat is lekker hè, die. En we hadden nog een heel bord vol cakejes. Dus dit is vandaag maar onze lunch. En nu, aangezien we toch een chill dag houden. Ik ben trouwens wel aangekleed. Deze trui weer aan. En chill broek. Best wel een chill outfit. Sarah en ik gaan even een race doen. Een cup. Mario Kart. We houden echt zo van Mario Kart. Hé, hey, kijk, je kan trouwens ook over die wijzers, zag ik nu. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Maar ik kijk dit filmpje ook nooit. Als ik niet eerst sta, ga ik dat proberen. Ha! Oh, dat ben jij niet, hè? Jij bent die andere toot. Nee, ik ben toot 30. Ja. Ik dacht even dat je deze toot was. Die probeerde mij van de weg te drukken. Ik denk, doet mijn kind dat nou? Maar het viel mee. Ja, dan kan jij de klok proberen als je toch achter staat. Kan je dat op je gemak proberen of dat lukt toch? Ik had hem! Ja, cool. Dat is leuk hè, om dat dan te proberen. Dat doe ik ook altijd. Als het dan toch geen eerste staat. Eerste! Je hebt de klok, dus we hebben allebei een prestatie. Ja. Oh, je hebt super turbo. Turbo's. Daar kan je ook overheen met de super turbo. Hij heeft gewoon... Ja! Ik had ook een blauw schild gekregen. Echt? Ja! Ik had een blauw schild om op jou af te krijgen. Oh, jij schoot hem op mij af? Nee. Ah. Ik had er nog eentje, maar ik kon hem nog niet gebruiken omdat ik nog een ding turbo zat. Oh, vandaar. Maar toen was ik al gefinished. Ah, kijk hoe lekker... En we zijn de Grinch, aan het kijken. Na kerstfilm. Oh, hier heb ik echt trek in. Je ziet niet in beeld goed hoe lekker die is. Tijd voor de laatste Hunger Games.
Marco en ik hebben film zitten kijken. En toen ging ik Marco naar bed. Toen heb ik eigenlijk heel de tijd met Kitty aan de telefoon gezeten. En we hebben echt lang aan de telefoon gezeten. 2,5 uur. Dus nu ga ik heel snel mijn bed in. Ik weet eigenlijk helemaal niet wat voor vlog het is geworden vandaag. Maar ja, morgen zien we weer verder. Ik ga lekker mijn bedje in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!